Negen. Geef ik nu het woord aan de heer Couperus, schrijver Atlas van Afgehaakt Nederland. Ja, dank u wel. Hartelijk dank voor de eervolle uitnodiging voor deze bijeenkomst. Graag licht ik kort mijn position paper of gespreksessay toe. Zoals u hebt kunnen lezen, vat ik de weerbare democratie breed op. Een weerbare democratie is een democratie waarin het vrije debat floreert, zonder canceling en doodsbedreigingen. Een strijdbare democratie verdedigt het open samenlevingsmodel van de westerse democratie en is intolerant tegen bewegingen en partijen die de liberale democratie willen ondermijnen of vernietigen. Dat is de les van de totalitaire 20e eeuw. Een weerbare democratie staat pal voor de bescherming van politieke vrijheid, vrije media, wetenschap, democratische politieke partijen en onpartijdige rechtspraak. Een weerbare democratie wordt gedragen door een overheid die permanent aan zelfcorrectie doet en waarin burgers niet gekrenkt worden in technocratische juridische systemen, maar waarin de menselijke waardigheid van een ieder wordt gerespecteerd. Een weerbare democratie steunt op een sociaal contract dat gericht is op bestrijding van perverse kansenongelijkheid en op bestaanszekerheid en volwaardig burgerschap voor alle ingezetenen. In een weerbare democratie voelen praktisch opgeleide of perifere regio's zich niet minder vertegenwoordigd en gerespecteerd dan theoretisch opgeleide in de grote steden. Kortom, er komt voor een robuuste, vitale democratie veel meer kijken dan ons alleen te fixeren op anti-overheidsextremisme, hoe zorgwekkend en alarmerend de meest extreme uitingen daarvan ook zijn. In deze tijd van scherpe polarisatie en toenemende maatschappelijke spanningen, zoals ik die samen met Josse de Voogd heb beschreven in onze Atlas van Afgehaakt Nederland, neemt het zeer nauw hoe je met het thema weerbare democratie omgaat. Men moet oppassen voor het beeld van een idealistisch voorgestelde gevestigde orde die belaagd zou worden door barbaren van buiten. De commissie Marcouch, die ook het thema weerbare democratie onder zijn hoede heeft, argumenteert hier realistischer. Ook het optreden van de overheid en de politiek zelf verzwakt op dit moment de weerbare democratie. Die produceren politiek wantrouwen. Dat maakt deze thematiek complexer. We hebben te maken met een hele of halve systeemcrisis van ons openbaar bestuur. Een representatieprobleem en een prestatieprobleem. En er is vooral sprake van een opleidingskloof. Juist degenen die meer aangewezen zijn op de politiek en daarvan in kwetsbare positie het meest afhankelijk zijn, lijken het meest het geloof in de politiek verloren te hebben, afgaande op zeer lage opkomsten bij verkiezingen en aantoonbaar minder politiek vertrouwen. In zo'n gepolariseerd klimaat moet men glashelder zijn. Dat gold helaas niet voor het AIVD-rapport over anti-institutioneel extremisme in Nederland. Dat was te ongericht. Door geen voorbeelden te noemen scheerde het veel te veel mensen over één kam. Het rapport werd te veel vanuit één bubbel beschreven. En daarmee heeft het rapport is te veel een actor zelf in de polarisatie geworden in plaats dat het terecht op de gevaarlijke tendens in onze samenleving heeft gewezen. Op dezelfde manier moeten we heel voorzichtig en wijs omspringen met een eventueel partijverbod. Wat helemaal niet goed is, is dat dit debat in sterk partijpolitiek vaarwater is terechtgekomen. Partijen die elkaar over en weer willen verbieden, daarmee zijn we niet ver meer af van de politieke vijandschap zoals we die nu in Amerika beleven. Waarbij partijen elkaar over en weer willen verbieden. Die kant moeten we in Nederland helemaal niet op willen. Ik ben op dit moment helemaal niet voor een partijverbod van welke partij dan ook in Nederland. Maar zou in theorie wel de mogelijkheid van een partijverbod willen hebben, zoals in Duitsland, ter zelfbescherming van de democratie. Toegegeven, intuïtief voelt het helemaal niet goed, een partijverbod. Partijen verbieden doen juist dictaturen of autocratische regimes. Maar stel je de casus voor van de oprichting van een sharia-partij in Nederland. Dat was de casus die centraal stond in dit boekje, Wat te doen met antidemocratische partijen, dat ik samen met Bastiaan Rijpkema en Paul Griteur samenstelde, alweer 10 jaar geleden, gebaseerd op de beroemde oratie over dit vraagstuk van de staatsrechtsgeleerde George van den Berg. Zou je zo'n partij, een sharia-partij, zijn gang laten gaan in Nederland en in theorie de democratie laten afschaffen? Deze vraag moet je stellen voor alle denkbare antidemocratische partijen. Wat te doen met een totalitaire klimaatpartij die de democratie af wil schaffen vanwege de klimaatapocalyps? Wat te doen met een antifa-partij of een extreemrechtse, autoritaire, racistische partij? Of wat als China of Rusland façadepartijen in Nederland zouden oprichten? Wat zouden we in dat soort gevallen doen? Hoe robuust is ons systeem? Een partijverbod als dreiging in noodgevallen achter de hand hebben is in deze wereld op drift geen overbodige luxe, vrees ik. Laatste zin. De westerse democratieën worden op dit moment uitgedaagd en bedreigd door meer en minder succesvolle autocratieën zoals China.
Alleen al om die reden moeten we er alles aan doen om onze democratieën weerbaarder en attractiever te maken. En er alles aan doen om het vertrouwen van onze burgers in de democratie te versterken. Dank u wel. Dank u wel. Exact 5 minuten, de heer Couperus, schrijver Atlas van Afgehaakt Nederland. Dan gaan we nu door.